RPPR Media Producties, Scherp in Beeld. Het is een leuk stadion voor de eerste divisiebegrippen. Dit is ook een leuk stadion voor EK vrouwenvoetbal, denk ik. Ja, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk hard gelobbyd voor het vrouwenvoetbal. En ook hard gelobbyd voor dit EK voetbal. Ik geloof dat we daar 2 jaar geleden al mee zijn begonnen. En ja, maandag aanstaande komt er een delegatie van de KNVB en van de UEFA, de Europese voorbond, komt hier op bezoek. Nederland is nog steeds kandidaat en het Cambuurstadion is nog steeds in de race om een van de speelstadions te worden. Ja, wij denken dat het goed is voor de uitstraling van de stad Leeuwarden. Wij denken dat het goed is voor de lokale economie als zo'n toernooi hier wordt gespeeld. En wij denken dat het goed is voor de voetbalclub Cambuur om zo'n toernooi te mogen organiseren. Het toernooi is in 2013, dus dat is dichterbij dan we met z'n allen denken. Ik ben heel erg content daarmee. En dit stadion voldoet daar wel voor. Er moeten wel wat aanpassingen aan worden gedaan. Maar goed, dat is op zich niet zo'n probleem. Zeker niet als je weet dat je een nieuw stadion gaat bouwen. Dan kun je wat makkelijker hier en daar een muurtje verplaatsen en dat soort dingen. Om de ruimtes optimaal te krijgen om aan de eisen van de UEFA te voldoen. Dat zijn geen misselijke eisen. Dus ja, we wachten af, maar ik ben in ieder geval blij dat we in de running zijn en dat ook de KNVB en zelfs de UEFA serieus naar Leeuwarden kijken.